Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Op de radarbeelden zien we een regengebied naderen vanuit het westen. Nou, vanmiddag trok dat over het land en vanavond ligt dat nog boven het oosten van het land. Het wisselvallige weer gaat samen met lage temperaturen voor de tijd van het jaar. Zo'n 10 à 11 graden is normaal, maar dat hebben we vandaag nergens gehaald. De wind neemt ook nog eens kracht toe en dus kunnen we enigszins spreken zoals van herfstweer. Maar eigenlijk viel het vandaag nog wel mee wat wind betreft. In het weekend wordt het juist onstuimiger. In de modelkaarten zien we ook het regengebied passeren. Vannacht trekt dat weg en kan er nog een enkel buitje vallen. Morgen overdag is het dan vrij redelijk met slechts een enkele bui ook. En pas zaterdag in de loop van de dag komt dan het volgende regengebied eraan. Dat zien we hier via de Britse eilanden naderen en trekt vooral zaterdagmiddag en avond over het land. Het regengebied daarna boven Ierland staat gepland voor zondag overdag en dan gaat het ook harder waaien en zee misschien zelfs stormachtig. Geen lenteweer dus in Nederland, maar in Europa beginnen toch wel wat plekjes op te doemen met de hogere temperaturen. In het oosten van Europa was het om 1 uur vanmiddag zo'n 15 tot 20 graden. En ook morgen hoge temperaturen in het oosten van Europa. Tegen de 20, misschien iets erboven. En ook in het noordwesten van Turkije kan het meer dan 20 graden worden. Dan terug naar het weer in Nederland. Vanavond dus nog het regengebied. Van tijd tot tijd regen en motregen trekt allemaal langzaam weg. In de loop van de avond wordt het vanuit het westen droog. Dan komen er enkele opklaringen. In de nacht dan nog een paar buien, maar ook flinke droge perioden. Het wordt niet koud, 3 tot 6 graden. Om je dicht bij zee dan ga je wel de wind horen. Want die neemt toe naar windkracht 7. Dat is dan vooral langs de westkust. Morgenochtend waait het ook nog stevig. Morgenmiddag neemt de wind iets af, naar 4 tot 5 voor voor, maar dat blijft de stevige wind op de fiets. Verder in de ochtend wisselend bewolkt en enkele buien. In de middag neemt de buigheid af en dan zien we vaker de zon doorbreken. En vooral in het zuidwestelijke deel van Nederland wordt het dan echt lekker weer, denk ik. Geregeld zon en droog daar. Temperaturen 8 à 9 graden, als het echt mee zit in het westen van Brabant misschien 10 graden. Die 10 graden gaat in het weekend wel gehaald worden. De wind draait dan naar het zuidwesten. Blijft stevig, maar voert wel iets zachtere lucht aan. Dus ondanks de regen die zaterdagmiddag valt, toch temperaturen in de dubbele cijfers. Zondag ook temperaturen van 10 graden. Zoals gezegd dan veel wind aan zee. Windkracht 7, misschien windkracht 8. Maandag wordt het nog iets zachter. 12 graden, maar ook dan hebben we de paraplu nodig. De zondag is echter de meest wisselvallige dag. Weinig zon en veel wind. Dan nog even een blik naar de rest van de komende twee weken. Verandert eigenlijk niet al te veel. Ik zie daar heel ver weg in het volgende weekend misschien een hogere temperatuur. Maar eigenlijk moeten we zeggen dat het voorlopig wisselvallig is. Met temperaturen rond de 10 graden. Af en toe een dipje. Af en toe iets boven. Maar we zitten dicht bij de normale waarde. Wens iedereen een goede avond en een fijne vrijdag. bij ben Michiel Severin van Weerplaza.